Techniek is wel iets wat altijd doorgaat. Het groeit, het is altijd weer vernieuwend. Ja, de docenten die komen op heel veel plekken, dus die weten ook hoe bedrijven in elkaar steken en wat de bedrijven zoeken aan mensen. En dat is op zich wel een voordeel om te zien. Dan weten ook de docenten wat voor leerling bij welke fabriek of bedrijf het beste terecht kan. Die samenwerking is belangrijk omdat we zien dat de ontwikkelingen in de techniek ontzettend snel gaan. Dat die zo snel gaan dat het bedrijfsleven dat soms nauwelijks aan kan en het onderwijs al helemaal niet. Dus als je daarin samenwerkt, breng je ook twee kennisgebieden bij elkaar. En is dat een win-win situatie voor beide partijen. Wij krijgen gewoon de studenten die bij ons passen. Ook bij de cultuur van onze organisatie passen. Ja, we zoeken mensen die graag werken voor een productiebedrijf. Die ook gemotiveerd zijn om het productiebedrijf steeds beter te maken. Nou ja, en dat brengt het Alpha College ons. Een hele mooie brede opleiding waar je eigenlijk overal terecht kan komen in een bedrijf. En met deze opleiding kan je ook altijd doorgroeien naar andere opleidingen in de techniek. Het is een hele mooie brede basis om door te groeien. Ja, op onze school werken met die apparatuur waar ze straks ook in het werkveld mee terechtkomen, is dat gewoon een plus. De mechanica wordt ook steeds belangrijker, dus de mechanische systemen. Omdat je robotisering hebt, heb je ook meer mechanische bewegingen. Voor de regio is natuurlijk een arbeidsplek belangrijk. Dus wij zitten als dealerbedrijf hier in Hoogeveen en we moeten ook een kwalitatief goede output kunnen leveren met onze werkplaatsen. En als we dat met lokale mensen kunnen doen, dan levert dat regio en arbeidsplaatsen op. Maar het levert ook een stukje goodwill op hier in Drenthe. Dat je innovatie wordt in onze branche eigenlijk voor ons uitgevonden. Hè? De auto is de innovatie. En bij zo'n nieuwe auto waar een hele hoop innovatie in zit, wordt ook vaak innovatief gereedschap ontwikkeld. Een gereedschap wat je nodig bent om zo'n auto te kunnen repareren en te onderhouden. En nou ja, binnen onze branche, en vooral kijk je naar onze opleiding, dan is het heel belangrijk dat we die jongens leren. Hoe vind je dat nou? Hè? Hoe weet je nu wat er ontwikkeld is op de markt aan diagnose tools, aan gereedschap, aan onderhoudsmateriaal? En hoe pas je dat toe op zo'n nieuwe auto? Ook hoe de leerkrachten met de studenten omgaan, dat ook die goed met elkaar communiceren. En in die driehoek tussen het autobedrijf, school en de student, we de student dan de best mogelijke opleiding kunnen bieden. En voor ons is dat gewoon heel prettig dat we dan een goede partner in hebben gevonden met het Alpha College. Onze docenten van het Alpha College weet ik toevallig dat ze uit de praktijk komen. Dat ze er ook monteur zijn geweest en die hebben zelf ook veel dingen meegemaakt. En dat proberen ze ons nou over te brengen door de les toch te geven en vooral met de nieuwste technieken. We zouden er zomaar 30, 40 studenten bij kunnen hebben en dan hebben we daar allemaal nog wel een werkplek voor. Dus vraag aanbod, er is een grotere vraag momenteel dan de aanbod die wij leveren. Ik ben er heel trots op dat we inmiddels zo goed te vinden zijn voor het bedrijfsleven. Dat ze weten dat ze bij ons een betrouwbare partner hebben. En het maakt mij trots dat we bij heel veel bedrijven hier in de regio gewoon over de vloer komen en waardevolle bijdrage leveren aan hun personeel.